Ik ben Hilde van Keer en ik werk als professor aan de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent. Zelfregulerend leren is het vermogen om je eigen leergedrag te reguleren. Het gaat over het actief proces waarbij leerlingen beschikken over de nodige cognitieve, metacognitieve en motivationele vaardigheden om leertaken zelfstandig tot een goed einde te brengen. Cognitie, als één van de drie componenten of dimensies, verwijst naar het proces waarbij leerstof wordt begrepen, verwerkt en verworven. Leerstrategieën helpen daarbij. Ze vertellen ons hoe we de leerstof onder de knie kunnen krijgen. Voorbeelden van leerstrategieën zijn onder meer het verbinden van de leerstof met wat je al weet, vragen bedenken, de leerstof in je eigen woorden formuleren, het uitleggen aan anderen, herlezen en herhalen. We kunnen verschillende soorten leerstrategieën onderscheiden. Sommige zijn zichtbaar of gemakkelijk te observeren. Bijvoorbeeld wanneer je de leerstof in een schema giet. Een schema kan je immers met het blote oog waarnemen en staat zwart op wit op papier. Andere strategieën spelen zich echter in het hoofd van de lerende af, zijn onzichtbaar en dus moeilijker te observeren. Bijvoorbeeld wanneer je de leerstof in stilte herhaalt in je hoofd. Daarnaast kunnen strategieën zowel op een diepgaande als op een oppervlakkige manier worden gebruikt. Met je markeerstift kan je bijvoorbeeld de volledige leerstof markeren en er een heus kleurwerk van maken. Dan gebruik je de markeerstrategie echter eerder oppervlakkig en niet effectief. Een volledig ingekleurde tekst zal je immers weinig helpen om de leerstof echt te ontsluiten, te verwerven en te onthouden. Je kan de markeerstrategie echter ook op een meer efficiënte en effectieve manier gebruiken. Dit doe je door met je markeerstift en je leerstof een duidelijk onderscheid te maken tussen de belangrijke en de minder belangrijke informatie. En dat kan je alleen maar door heel actief stil te staan tijdens het verwerken van deze informatie in de tekst. Een leerprofiel verwijst naar de mate waarin leerlingen verschillende strategieën kunnen combineren doorheen hun leerproces. Zo'n leerprofiel vertelt dus op welke manier leerlingen meestal leren en welke leerstrategieën ze weten te hanteren. Wanneer je zicht hebt op het leerprofiel van leerlingen, kan je hun leergedrag beter begrijpen en hun mogelijkheden uitbreiden. Op basis van het strategiegebruik van leerlingen kunnen we bij leerlingen in het lager en secundair onderwijs 4 leerprofielen onderscheiden. De geïntegreerde strategiegebruikers doen tijdens het studeren van leerstof een beroep op verschillende strategieën. De leerstof schematiseren, herhalen, linken leggen met voorkennis, aanduiden, ze doen het allemaal. De beperkte strategiegebruikers daarentegen zetten, zoals hun naam doet vermoeden, slechts 1 of een heel beperkt aantal strategieën in tijdens het leren. Ze leren vooral door de leerstof herhalend te markeren of door die telkens en eerder passief te lezen en te herlezen. De mentale strategiegebruikers leren vooral met behulp van mentale leerstrategieën. Door de leerstof op te zeggen in hun hoofd, extra vragen te stellen bij de leerstof, deze te verbinden met hun voorkennis of in stilte te herhalen. Noteerstrategieën gebruiken ze zelden tot nooit. In tegenstelling tot de mentale leerstrategiegebruikers herken je de noterende strategiegebruikers aan hun aantekeningen. Ze maken frequent gebruik van zichtbare noteerstrategieën, zoals samenvatten, schematiseren en markeren. En ze maken minder gebruik van minder zichtbare of mentale leerstrategieën, zoals de leerstof herhalen of formuleren in eigen woorden. Recent onderzoek toont aan dat de geïntegreerde strategiegebruikers het hoogst scoren op teksten na het leren. De beperkte strategiegebruikers scoren daarentegen het laagst. Directe instructie blijkt in dat verband een veelbelovende strategie om je leerlingen te transformeren tot geïntegreerde strategiegebruikers die een gevarieerd palet aan strategieën efficiënt weten in te zetten.